Yes, ja, we hebben een leuke challenge. Oh. Jullie krijgen allemaal een kaartje, nummer 1, 2 en 3. Ja, ik geef hem alvast, hier heb ik ze. En dan, deze challenge heet Wie van de Drie. Q gaat je een vraag stellen. En jullie mogen zelf bepalen wie op 1 staat en wie op 3. En wie op 2, natuurlijk. Ja. Okay. We moeten hem doorpassen. Juist, precies. Ja. We moeten zelf overleggen wie 1 krijgt en wie 3. Zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Zijn jullie klaar voor? Kom maar in, Q. Ai. Wie van jullie is het luist? Ja. Het luist. Ja. Er wordt al wat doorgegeven. Ja, maar is het echt waar? Wat vind jij hiervan? Ja. Bro, je staat op 1, hè? Je lui. Oh, je bent wel lui. Ja, die mic moet zo. Kijk, moet ik echt een mooie voorbeeld geven? Nou, vertel. Kijk, hoe wij bijvoorbeeld hier samen zitten. Ja. We zitten op dezelfde afstand. Ja, ja. Ik ga gewoon tegen je zeggen, broer, pak eens even drinken voor me. Maar zo ben ik ook, ik zeg. Ja, zo ben ik ook. Oké. Jij gaat me echt aankijken van, we zitten even ver. Maar broer, pak even drinken. Hij had net nummer 2 en jij zegt, geef hem maar aan mij. Dus ik ben ook echt lui af en toe, weet je. Ja. Ik zeg het je eerlijk, ik heb gewoon mijn momenten, weet je. Maar dit is wel een compliment voor jou dan. Dat betekent dat jij actieve jongen bent. Je bent een hyena. Ja, ik ben... Nee, hyena niet, maar ik ben wel actief. In de nacht. Ja, in de nacht. Hi, met die chimies, of niet? Dat lijkt een mooie bruggetje naar de volgende vraag. Oké. Volgende vraag. Wie van jullie scoort de meeste chicks? Oeh, accepteer. Zo, je ziet. Kijk daar. Zo. Playboy alert. Eén. Baby Mango. Je bent wel echt actief in de nacht, of niet? En jij, wat heb jij? 2. Twee. Het is niet dat ik actief ben. Het is gewoon, ze vinden me misschien een mooie jongen. Maar, that's it. Het is niet dat ik erachter aanga of dat ik wat... Jeet. Maar het gaat om scoren. Nee. Maar hebben jullie alle drie een vriendin? Ja, zeker. Maar het is toch ook zo, als je naar shows gaat, je hebt altijd vaak te maken met fangirls en shit. Kijk, dit is een maar fan. Maar dat hoort daarmee toch? Ja, en ik vind persoonlijk een fan moet een fan blijven. Maar jullie weepen niet met die Jimmy's? Nee, alleen fan. Ik heb een vrouw man. Toch, bro? Je hebt een vrouw? Ja. Ben je getrouwd, man? Ik ben niet getrouwd, nog niet. Nog niet? Oké. Ik wil eigenlijk niet trouwen, maar je maar wordt het. Je gaat nu al spijt krijgen van deze opmerking. Nee, dat is. Oké, volgende. Wie van jullie is het muzikaalst? Oeh, dit is een moeilijke. Ja, dit, thanks, man. Ik ben er niet meer tegen. Hij stilt hem gewoon van hem. Zo, man. Hij stilt hem gewoon. Oké, nee, wacht. Muzikaalst op welk gebied? We delen deze met z'n drieën. Deze ook. Ja, we zijn een groep. Oké, mooi. Maar volgens mij wil jij solo gaan, want die één kwam was en dan niet. Nee, niet deze. Maar ik bedoel, ik wil eigenlijk vragen op wat voor gebied. Oké. Laten we zeggen, jullie rappen allemaal, maar wie zingt er ook nog naast? Ja, wij zingen allebei. Allebei. Wie kan het best zingen? Gewoon eerlijk, kom op. Nee. Wow. Ja. Okay. Dus dan eigenlijk moet die één dan naar jou, toch? Ja, maar we zijn toch met z'n drieën. Ja, dat is toch ook zo wat. We willen nu niet dat er een groepsruzie gaat komen en dat wij weten ooit. Dit is FMG. Eén. Oké, door naar de volgende. Heeft al wat biefs veroorzaakt. Ik heb er zin in meer. Oké. Wie van jullie is het agressiefst? Zo, dit is echt een... Wow, echt? Een of andere manier. Sorry. Een of andere manier dacht ik al dat nummer 1 naar jou toe zou gaan. Bro, sorry man. Gisteren is je bevelen, man. Ja? Ja, nog wel. Keep the love, man. Je weet toch. Hij is een hele... Ja, jij ziet ook het meest relaxed eruit. Dit klopt gewoon, Ik had al het gevoel van nummer 1 gaat naar hem. Maar hoezo ben je zo agressief? Waarom ben je zo boos, bro? Ik ben niet agressief, man. Maar je staat op 1. Ik ben lief. Ik ben aardig lief. Kijk, weet je met mij? Kijk, ik heb niet echt een korte loon, maar op sommige momenten kan ik wel fel zijn. De reden waarom, dan ben ik het waarschijnlijk echt niet met de situatie. Oké, maar stel je voor, je komt thuis en je ziet QC in een badjas naast je vriendin. Hoe reageer je? Ik zeg je eerlijk, ik hoop dat die maat 50 werkt. Rennen, broer. Ik hoop dat werkt. Dat is wat anders. Snap je? Hoe zou jij reageren, Q, als je hem thuis ziet met jouw chick, met Stef? Ja, hetzelfde toch, ja. Hij gaat altijd die fucked up situatie, waar ik niet aan wil denken. En dat is het verschil, ik zou niet rennen. Nee? Snap je? Ja, je moet bij je vrouw zijn. Je zou hem eten, man. Nee, je moet bij je vrouw zijn. Ja. Kijk, maar bij mij is het anders. Je bent in mijn huis. Ja, man. In mijn badjas. Nee, maar het is wel zo, man. Als iemand, je weet dat, dan is het wel vecht tot de dood, man. Ja. Oké, volgende vraag. Q. Gewoon de mijne. Oké, moet deze echt? Ja. Oké. Ze vragen wie is het liefst voor zijn moeder? Oh. Oké. Ja, gewoon eerlijk zijn, jongens. Allemaal. Ja, maar ik denk dat iedereen wel lief voor zijn moeder is. Dit is weer zo'n hele blanke vraag, dit man. Dit is eigenlijk ook een beetje een gevoelige vraag. Ja. Mijn moeder is helaas twee jaar geleden overleden. Condoleer, man. Thanks. Ja, door 100%. Laten we gewoon snel doorgaan naar de volgende, man. Ja, toch. Beste, man.
Wie van jullie geeft het meest geld uit? Oh. Ja. Nou, maar, ik weet niet, maar, hoeveel is jullie outfit waard? Ja. Zeg je eerlijk, bro. Twee barkie? Nee, jullie houden het low, kijk, man. Kijk, ja, ik weet niet wie het gemist heeft. Ja, dat is niet belangrijk. Kijk, dit is. We scheuren gewoon. Jullie hebben goede auto's. Kijk, Benga en ik bijvoorbeeld, wij blowen ongeveer dezelfde kant, richting qua... Jullie blowen? Denkwijze. Nee, ik blow niet. Ik heb het over... Ik heb gewoon wat ik moet. Oh, ja. Ja, toch? Maar Revi geeft zich geld bijvoorbeeld uit aan hele andere dingen. Snap je? Dus, Oké, wie spent het domst? Wie gaat echt op het domst? Het domst? Ja. Hij heeft die 1 al vast volgens mij. Hij heeft die 1 al vast. Ja, vertel wat dan. Ik is geen eerlijk broer, ik kan van scheuren. Scheuren. Weet je wat dat is, scheuren? Ja, gewoon dan zit je hart in een wagen. Nee. Ja, uitgeven, ja, uitgeven. Nee, zo zit het. Oh. Doe gewoon gek uitgeven, scheuren. Maar dan niet kleding of hoe... Waar... Ja, uitgeven aan wat ik leuk vind, wat ik wil doen. Kleding scheuren. Okay. Ja, gewoon. Wij zijn echte witte. Nu is dat kleding scheuren. Ja, man. Maar in ieder geval, heb jij gedaan? Fles in de club en zo. Dat doen jullie wel eens? Regels? Ik ga weinig uit, man, broer. Ik ga echt niet uit, man. Ja, toch. En als ik een fles in de club heb, zit die rijder gewoon van de show. Ja. Oké, volgende. Van wie van jullie is het grappigst? Of denk dat hij het grappigst is. Dat kan ook. En dan die 1 ook. Ja, wel vaak op 1 ook weer. Ja, man. Ben jij dan gewoon van de groep? Of, Ja, weet je, we zijn alle drie op een soort manier... Toch populair. Ja. Maar jij bent een beetje de Chris Martin. Ja, ik ben een beetje het gezicht van FMG. Ja. Als ze moeten denken aan grappige dingen of aan FMG, denken ze meestal van... Maar wacht, kijk, we hebben voor de show ook een beetje nog piano gespeeld en opgetreden. Maar als ik goed zeg, ik vind jou meer de zanger en ik vind jullie meer de rappers. Klopt dat? Ja, toch. Ja, en daarin zit ook jullie kracht. Yes. Yeah. Oké, hard. Oké, dan zijn we gelijk bij de volgende vraag. Ja, zullen we de laatste doen? Want we moeten zo dan ben ik een leuk... Oh, de allerlaatste. Ja, deze is meer. Ik ga jullie alvast zeggen, ik verzin dit niet. Nee, jij hebt dit verzonnen. Ik hier om te presenteren en ze vragen mij wat ik bullshit. Dit moet. Jij hebt dit verzonnen, vriend. Wie van jullie heeft de grootste dik? Ja, het staat op die... Ik ga je eerlijk zeggen. Het is ook niet moeilijk, hè? Ja, dat is waar. Eerlijk, hè? Kijk, QC van ons heeft het. Ja, het is wel een beetje gay, man. Ben je benieuwd of zo? Ja, we proberen maar altijd de set op te zetten, man. Goed. QC benieuwd naar de lengte. Mannen, ik wil jullie heel erg bedanken voor het komen. We gaan helaas alweer door met onze volgende gast. Maar binnenkort komen jullie met een nieuwe single. Hierbij, jullie zijn uitgenodigd voor de show. Kom vooral langs, gaan weer optreden doen. En fucking hard dat jullie aan het doen zijn. Ik wens je sowieso veel succes in de toekomst. En kom gauw weer met wat, man. Volgende keer de single gaan we hier rocken. Sowieso, oktober komt de volgende tape. Beyond the look.